Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 5 september. In het westen en zuiden van het land vallen een aantal stevige buien en daarbij onweert het ook flink. Ook valt er lokaal veel water. In het noorden en oosten is het droog en zijn er zonnige perioden. Vanochtend is het zo'n 16 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overmiddag nog steeds een aantal stevige buien, met name in het zuiden en westen van het land. Ook is er nog steeds kans op onweer. Het wordt wel warm, zeker in het binnenland loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot 26 graden. Vanavond verandert er weinig in het weerbeeld. De wind blijft uit het noorden waaien en nog steeds is er kans lokaal op een stevige bui. En morgen is het wisselend bewolkt en komen er ook steeds meer buien. Vooral in de ochtend en begin van de middag is er kans op onweer. De lucht is een stuk kouder, de maximum temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. En de dagen na blijft het wisselvallig weer. Iedere dag is er wel kans op neerslag. Maar er zijn ook zonnige momenten. Met 16 tot 19 graden is het vrijdag duidelijk wat frisser. Ook in het weekeinde amper meer 20 graden. Alleen in het zuiden lukt dat nog. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.